Wat dikke, ja. Hou jij de regen in? Dat je regent. Ja, hallo lieve vrienden. Hele goedemorgen nog. Ja. Het is vandaag alweer donderdag 29 april, 11 uur 38 en dat allemaal in 2021. Het is vandaag weer hopeloos. Weg zon, weg blauwe lucht. En al grijs, grauw en triest en nat weer. Maar ja, dat was ons ook toegezegd dat we dat zouden gaan krijgen. Ik ga zo met mijn hondjes uit, daarna dan ook rond 11:45, zoiets, komt de schaduwbegeleidster van mij, Cindy genaamd. Die komt dan wanneer Karin met een K, mijn begeleidster, vakantie heeft of ziek is, wat dan ook, dan krijg ik daar Cindy voor in de plaats. Dus ja, gezellig, ja, ik weet niet wat we gaan doen nu. Ja, ik had eigenlijk de spullen klaar willen gaan zetten om met die uren van Ewin te beginnen. Maar dan krijg je zo weer een rotzooi van, weet je. Want ik moet het opzoeken. Ik weet 1, 2, 3 niet waar ik dat heb. Maar ja, het komt allemaal goed. Ik moet sowieso die stickers hebben met die lettertjes. En ik moet iets erop hebben wat erbij past. Ja, dat was mijn prinsesje. Ze kon er eigenlijk ook zo gedragen. Dus zat ze zo parmantig één pootje omhoog. Altijd het rechterpootje van nou, geef me maar een kusje hoor. Weet je wel, zo op die manier. Nou, echt zo'n deftig meisje. Echt zo'n deftig poesje was dat, ja. En, maar ja, ook in de film, The Lord of the Ring, was Eowyn ook een prinses, net zo min als Arwen was ook een prinses. Maar Arwen, een andere poezebeestje, die deed dat niet. Maar dat was een heel klein, lief, parmantig, een halve dwergpoes was zij. Ze was een ras dwergpoes en een normale kat. Dus ja, dat was niet een echte, maar een halve. Maar in ieder geval, ja, oké. Maakt niet uit, ze waren lief en ik mis ze allemaal. Stuk voor stuk, ook Frodo'tje mis ik. Ja, natuurlijk, dit is geen vervanging van, nee. Je krijgt het weer cadeau. En oké, ik ben gek met ze, ik hou van ze natuurlijk. Hou je van ze, ik bedoel, als je dat is net zoals met kinderen. En dat is allemaal heel erg. Maar als je een kindje hebt van een jaar of 2, 3 en dat komt te overlijden door wat dan ook. En je raakt weer een nieuwe zwanger. En dat is geen vervanging van je vorige kindje. Maar je bent er net zo blij mee. En je gaat er ook veel van houden. Net zoals je van die ander ook deed. Je geeft het ook niet dezelfde naam. Althans, dat zou ik niet doen. Nee. Je gaat het niet vernoemen naar diegene die is overleden. Dat doe je niet. Maar er zijn wel mensen die het wel doen hoor, echt wel. Ook wanneer het niet is overleden, doen ze het even goed nog. Ik heb die mensen gekend, maar ik kan het zo zeggen, die hebben het ook gedaan. Eén ervan leeft nog, de andere leeft niet meer. Maar ja, ik zou dat voor mezelf nooit en nimmer doen. Een ander in hetzelfde gezin gaan vernoemen. Nee, want die... Nee, dat doe je niet, vind ik. Gaat niet je zoon of je dochter bij het nieuwe kind vernoemen. Want hij heeft twee personen in hetzelfde gezin die zo heten. Ja, welke moet je hebben? Dat is toch verwarrend voor beide? Is niet leuk. Moet je niet doen. Moet je niet willen. Nee. Maar oké, lieve vrienden. Geniet van jullie dag op jullie manier. Heb plezier. En maak er iets leuks van. Want ja, de winkels zijn weer open. Dus ja, dat gaat allemaal goed. Ja, gaat allemaal goed. Dus je kan weer vrij uit en blij de winkels in. Enkel, ja, dan mogen maar zoveel personen naar binnen. Zet de mandjes op, moet je wachten in de regen. En anders naar een andere winkel toe gaan.
Ja toch, ik kan er ook niks aan doen. Maar oké, maakt niet uit. Ik ga er wel uit met mijn hondjes. Het is nou droog zoals ik het zie. Dus ja, komt allemaal goed. Doei! Ja, hallo lieve vrienden. Mijn camera die staat niet zoals ik had gehoopt. Nee. Ik heb me even omgekleed, want ik moet het barre slechte weer en ik moet nog naar de WOMA sowieso even katten eten halen, want anders zit ik hier beneden zonder eten voor mijn poesjebeestje. Ja, dat kan ik niet maken. Maar de dag die loopt wel weer heel anders dan ik gehoopt had. Ik heb jullie al wel eens verteld dat er een meneer is die probeert in mij op te rijden met een zwarte auto. Wat voor een auto wist ik niet sinds vandaag. Het schijnt volgens mijn buurvrouw een Candy Caddy te wezen. Dus ja, ik heb even opgezocht volgens waar een Caddy, ik weet het niet. Ook denken we te weten waar meneer de auto plaatst. Of die daar woont, ja, dat zal dan wel. Ik ga zo op onderzoek uit. En dan maak ik, als het hem al is, maak ik er een foto van. En dan ga ik aangifte doen. Want hij heeft vandaag weer 2 keer mij geprobeerd om het boven te rijden. Ik mag daar niet lopen. Wat? Pardon. Is de wereld voor jou? Is op mijn wereld hoor. Ik mag lopen waar ik lopen wil. Zolang het maar niet op de grote snelweg is. Ja, want dan krijg je een boete. Je mag even lopen, maar je krijgt wel een boete. Je kan aangereden worden. Ja, maar dan is het eigen schuld. Daar loop je ook niet. Ik loop op de gracht. We lopen netjes langs de stoeprand met mijn rollator. De hondjes lopen in de berm. Als er een auto aankomt, ik zie hem en ik hoor hem, dan stap ik met mijn rollator en al ook in de berm. Of ik ga naar de overkant als ik er tijd genoeg voor heb. Maar ja, meneer die doet geen tegenspraak. Ik mag daar niet lopen. Ik behoor op een stoep te lopen. Moet ik mijn honden dan in op de stoep bij alle deuren laten poppen en piezen? Ik dacht het niet, hè. Ja, kereltje, wou jij naar buiten, man? Nou, jij mag naar buiten, hoor. Wat een dikkie, ja. Wou jij de regen in? Dat is je regent. Ja, toch wel? Ja, want de poort is helemaal diep rood door de regen. Het is goed nat. Dus ja, ik ga zo meteen op onderzoek uit om te kijken of die daar, of die thuis is. Ik laat het open en anders ga ik vannacht weer kijken. Ja, dan doe ik dat even met de honden. Vannacht. Maar ja, ik laat me verdorie. Ik mag ook daar lopen. Met mij lopen er ik weet niet hoeveel meer. Dus ja, hallo, waar heen het tegen? Ben je de koning of zoiets? Van een helder. Kom op, zeg. Dus ja, ik ga aangifte doen, maar ik moet even weten het kenteken. En ik heb er maar een klein stukje van. Dus ja. Ik weet enkel dat het een zwarte kleine auto was en mijn buurvrouw die zei, nou het is een caddy. Oh, oh oké, als jij dat weet, want ja, die zag het half gebeuren, et cetera. Dus ja, ik heb daarom maar besloten om aangifte te doen. Maar ik moet eerst alles eventjes op een rijtje hebben, dat ik de kenteken en alles weet. Dus vandaar dat ik jullie even op de hoogte breng en ik ga zo meteen naar de Vomar en dan ga ik daar toch langs. Dus ja, dan kan ik gelijk even kijken. Ik zou zeggen, lieve vrienden, ik hou jullie op de hoogte van alle rijlen en zeilen en dan komt het wel goed. Ik zou zeggen, tot later.